Bedrijventerrein Zevenhelle in Buggenum is zwaar vervuild terrein. Daarom ligt het al jaren leeg. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg brengt hier verandering in. Zij geven bedrijven de ruimte. De eerste is een mestverwerkingsinstallatie. Zometeen vragen we aan John Giese van de ontwikkelingsmaatschappij welke vervuilende plannen hij heeft met dit bedrijventerrein. Maar eerst vragen we aan Gerbroens Broens van de dorpsraad in Buggenum wat er eigenlijk mis mee is. Het terrein is immers toch al vervuild. Waar is dit terrein exact mee vervuild? Dit terrein, het achterliggende terrein, helaas door de mist kunt u weinig zien op dit moment. Maar het terrein is vervuild met uh, ontzettend veel vliegas. De plemcentrale die is vroeger gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel. En de grond om die heuvel te maken is rondom de plem weggegraven. En later opgevuld met vliegas. Hier zitten plekken waar 12 meter vliegas zit. En vliegas is een zeer schadelijke stof waar je je mensen niet op mag laten werken. Het is allemaal meer radioactief had ik begrepen. Ja, ja radioactief, zware metalen en dioxines. Eind jaren 80 heeft de huisarts hier uit de gemeente Halen een gesprek gehad met de leiding van de plem. ...dat hij bij de medewerkers een aantal kenmerkende ziekteverschijnselen waarnam. En toen heeft de Plem de vaste werknemers van het buitentrein afgehaald... ...en daar uitzendkrachten op gezet die er maximaal een jaar mochten werken... ...omdat het werken daar schadelijk was. Eigenlijk zou het gesaneerd moeten worden, vindt u? Uh, je hebt hier twee keuzes. Je saneert het zodanig dat er mensen op kunnen werken. Dan kun je er ook normale industrie op vestigen. Daar heeft een buggenum niemand bezwaar tegen... Als je niet saneert, dan is er maar één mogelijkheid: zonnepanelen erop zetten. Maar je kunt er geen mens op laten werken. En je mag zeker de boeren niet misbruiken als overheid om daar mesfabrieken neer te bouwen. Ja, Want uh, de provincie zet daar mesfabrieken neer, omdat gewone industrie de afgelopen twintig jaar zich daar niet heeft willen vestigen. Waarom niet? Omdat werknemers die daar werken hun werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor alle mogelijke ziekteverschijnselen waarmee ze te maken krijgen. Ja, maar saneren zou toch wel erg veel gaan kosten, denk ik. Ja, maar dat is geen probleem. De plem heeft, of de provincie heeft ontvangen, en de gemeentes hebben ontvangen 4,1 miljard euro van RWE. Die 4,1 miljard euro, daar was 2,5 miljard van voor de provincie. En 1,6 miljard was voor de gemeentes. Dat geld was bestemd voor de sanering. Maar dat geld daar hebben ze iets anders mee gedaan. En ze willen sanering voorkomen door de boeren te dwingen hier mest te gaan verwerken. Dus het geld was er. En een tiende deel van dat geld was nodig om het hele trein te saneren. Ja, maar dat is dan toch best veel geld nog. En het is een vervuild terrein, dus wat zou je daar nog anders mee kunnen doen als een, uh, een mestcentrale? Als je toch een mestcentrale gaat bouwen, doe dat dan op een vervuilde plek, zou nee, ik denken. Nee, nee, zo, zo werkt de wereld niet. Je mag, laat ik het zo zeggen, de nood van de boeren niet misbruiken om zelf saneringskosten te voorkomen. Het is altijd zo de regel: de vervuiler betaalt. We hebben in Limburg heel veel bedrijven die vertrokken zijn zonder de grond te saneren, en dan zegt de provincie. De vervuiler betaalt, denk aan het geval Nevels en Panheel. Die hebben ook moeten betalen voor te saneren. En de provincie moet zelf ook betalen voor te saneren en niet met een trucje er vanaf komen. Want dan kunnen andere bedrijven ook niet. Ja, uh, het ligt hier vlakbij 500 meter ja. verderop van ja. het dorp. Ja. Uh, kunt u schetsen hoe groot het probleem is uh, voor de omgeving? Hier in de komt. Toekomst. Ja, het ja. is zo geregeld bij de provincie dat alle vergunningen die hier aangevraagd zijn, daar is altijd de maximale wordt altijd toegestaan. Dus de vergunningen zijn uiterst ruim. Ik heb hier de papieren van bij me. De vergunningen zijn altijd zodanig verleend dat het maximale mag. Ja. En als het maximale mag, daar heeft het bedrijf Krachten Remond een overzichtje van gemaakt. En dat overzichtje geeft aan hoe ver de geurbelasting van dit bedrijfsteen in de toekomst is. En dan sta je er stel van dat ze schrijven dat er 80.000 mensen in Midden-Limburg. Daar hoort Romond bij, daar hoort Horn, Halen, Neer, die horen allemaal bij. En dan kom je tot 80.000 mensen in Midden-Limburg, die hebben er last van, zelfs een gedeelte van Duitsland. Ja, Roermond ligt nog in de cirkel. Roermond ligt volledig in de cirkel. Volledig, en het gaat zelfs. over een mond, het ligt volledig binnen de gele cirkel. En die gaan allemaal. Uh, uh, en bij het weer zoals het nu is, hebben die er allemaal uh, last van. Want ja. dan heb je stilstaande lucht, geen wind en dan heb je te maken met uh, de mestgeur. En mestgeur is schadelijke geur. Iedereen denkt als je iets mest ruikt dat is, kan niet zo kwaad. Nee, het kan ook niet zo kwaad als je één keer een beetje ruikt. Ja. Maar mest is een geur, maar geur wordt gedragen door bepaalde stoffen. En die stoffen die de geur dragen, die komen uit de mest of die zijn in aanraking geweest met de mest. En wanneer je die stoffen, wanneer je geur ruikt, adem je die stoffen in. En die stoffen hebben invloed op het zuurstoftransport in je lichaam. Ja, ja, ja. En het zuurstof in je lichaam, dat is heel belangrijk, want als je te weinig zuurstof in je lichaam hebt, raken je organen beschadigd. En je bent extra gevoelig, in deze tijd geldt dat vooral, extra gevoelig voor corona. Waarom? Om met corona heeft hetzelfde effect. Want corona zorgt ook uh, voor te weinig zuurstof in je bloed, in je lichaam, in de organen. Ja. En daarom kleuren ook in de corona-gebieden en gebieden waar slachterijen staan, die kleuren het eerste rood in coronatijd. Want die processen versterken elkaar. Ja, en dat gaat hier dan ook gebeuren. Dus, uh, uh, zeker, want die processen versterken ja, elkaar. Dus dat is reden om protest aan te tekenen. Ja, ja. mesgeur Wat? is zeer schadelijk. Daar moeten mensen zich ja. goed onthouden. Vooral als je er 24 uur per dag hoe, in zit. Hoe gaat het protest eruit, eruit zien? Uh, jullie het gaan. Protest, uh, wij zijn nu bezig als dorpsraad. Eén mesfabriek hebben we al tegengehouden. We zijn nu bezig met de tweede. En ik acht daar ook een grote kans aanwezig dat we die tegen kunnen houden. Daarnaast is de dorpsraad bezig om samen met alle dorpsraten hier in de buurt. Maar ook aan de overkant van de Maas samen te werken. Want die hebben allemaal te kennen gegeven dat ze ook willen samenwerken. Want die kennen dit kaartje ook. En we hebben nu al contacten met Duitse milieuverenigingen. Toen we de vuilverbrander wilden tegenhouden, werkten 16 milieuverenigingen uit Noord-Rijn-Wasfalen met ons mee. 16 van de 19 die er zijn. En die kennen en elkaar nog, dat, netwerk, die, bestaat dat nog. netwerk bestaat nog. En die mensen willen ook graag meewerken hier, want de geur die gaat ook over de grenzen heen. En die Duitse milieuverenigingen willen gewoon meer weten over de Nederlandse mest. Ja, en jullie ja. hebben al een advocaat uh, in de hand genomen. Wij hebben al een advocaat. We zijn al aan het procederen. We hebben nu op dit moment het bureau Habitat in Amsterdam. En met een aantal deskundigen werken die samen om een protest te maken tegen de nu voorliggende aanvragen voor een mesfabriek. De mesfabriek die nu een aanvraag is, die willen 100.000 ton per jaar verwerken. Maar er komt nog een aanvraag van een fabriek uit Horst. Een, een fabriek kan niet zeggen een aanvraag van een bedrijf uit Horst. Die willen hier een miljoen ton mest gaan verwerken. Dus, en dan weet je wat er te gebeuren staat. Maar dat bedrijf Het Horst heeft ook een bedrijf in Noordhuis in Duitsland. En die mensen willen ook al met ons samenwerken. Ja, wat moet er volgens u hier gebeuren op dit terrein? Hier op dit terrein kun je maar één ding doen. Dat is het bedrijf uh, fatsoenlijke inrichten en er zonnepanelen op leggen. Dat is het enige alternatief wat hier kan. Hier kun je absoluut geen mensen op laten werken. En je kunt hier de regio deze belasting niet aandoen, want deze, dat gaat niet geaccepteerd worden. En ik denk dat heel Midden-Limburg in actie komt en in actie moet komen om dit tegen te houden. Want als dat doorgaat, zitten we er de komende 15 jaar mee opgescheept. En het beroerde is: dat wordt door de provincie gesteld dat ze allerlei eisen hebben en allerlei voorwaarden. Nou, die voorwaarden zijn allemaal zo ruim mogelijk bemeten. En van controles en dat soort toezeggingen komt in de praktijk niets terecht. Want de provincie gaat geen enkel bedrijf waar ze subsidie aan verleend hebben, waar ze de vergunning aan verleend hebben, stopleggen. Ja, ja, dat ja. doen ze absoluut niet. Op wat voor een terrein staan we hier precies? We staan hier op 7 het bedrijvenpark 7 En dit is het voormalige terrein van de Maascentrale, die in de jaren 60 gebouwd is om stroom op te wekken voor, voor Limburg. Ja, um, het is, uh, veel van de grond is vervuilde grond, zo heb ik begrepen. Um, dus. Uh, ja, het is erg duur om het te saneren, zeg maar. Uh, wat je nou zegt is, is, is het verleden. Uh, er waren hier vervuilingen, ja. er waren spots. Uh, die zijn in 2010, 2011 bijna allemaal gesaneerd. Dus op dit moment uh, zit er nauwelijks meer vervuiling in de grond. Oké, okay, dus uh, de verhalen over dat er vliegas, uh, radioactief uh, vliegas in de grond zit, uh, dat er nog steeds uh, olieresten. Weglopen richting de Maas, dat is niet waar. Uh, er zit vliegas in de grond? Ja. Uh, zeker. Uh, dat is op dat gedeelte uh, wat wij nu aan het bouwrijd maken zijn, dat klopt. Uh, vliegas is een niet gevaarlijke stof. Uh, je praat over radioactiviteit, uh, dat valt wel mee. Uh, de... Zonder echt in, in technische details te treden, maar vliegas is niet radioactiever als de grond waar we nu op staan. Uh, er zitten wat stoffen in, maar die zitten ook in de aardkorst. Dus het is niet zo dat dat echt heel erg gevaarlijk is. Um, en de vliegas is gesaneerd conform het saneringsplan wat de provincie Limburg in 2010 heeft goedgekeurd. En dat betekent dat die afgedekt is met grond. Oké, okay, dus uh, nu kunnen er weer uh, nieuwe initiatieven ontwikkeld worden op een bedrijventerrein? Je, je mag er gewoon op bouwen, je mag er ja. gewoon uh, op fabrieken, kantoren opzetten. Dat is helemaal geen probleem. Je kunt er gewoon op werken? Jazeker. Ja. En wat, ja. wat voor uh, bedrijven komen hier dan op dit terrein? Um, OML heeft het bedrijf, uh, bedrijventerrein uh, als multifunctioneel circulair uh, betiteld. Dus wat wij hier willen doen is een bijdrage leveren aan de circulariteit... die eigenlijk momenteel nodig is om onze economie en onze Milieu, ons milieu uh, op, uh, op peil te houden. Uh, wat hier komt, varieert ja, van een distributiebedrijf tot misschien wel een, een, een dakdekkersbedrijfje of een aannemersbedrijfje. Of... Wij zijn met diverse bedrijven in gesprek. Um, alleen uh, OML heeft uh, als, als criterium dat wij niet naar buiten komen met namen van bedrijven voordat bedrijven ons daar toestemming voor geven. Ja. En dat betekent dat alles geregeld moet zijn. Dus contracten moeten getekend zijn. En uh, het moet bij de bedrijven zelf ook bekend zijn dat zij gaan verhuizen of een nieuwe vesting gaan openen of wat dan ook. Ja, en het eerste bedrijf dat is wel al bekend, dat ja. wordt een uh, mestverwerkingsinstallatie. Ja, um, een groep uh, varkenshouders uit de regio, Corporatie 7 l die hebben bij ons de grond gekocht en die gaan hun mest, wat zij zelf produceren bij hun eigen bedrijven, uh, verdikken hier. Dus die gaan dat drogen. Dus die gaan natte fractie aanvoeren, zoals dat zo mooi heet. Die wordt hier gedroogd en wat er overblijft, de restfractie, wordt verkocht als meststof. Ik heb begrepen dat die varkenshouders uit de omgeving van Horst komen. Nee, nee. Wat jij bedoelt is uh, een andere biotransitiecentrale die hier op het terrein komt, maar die komt niet bij ons. Oh, die komt op het uh, terrein aan de andere kant van het hek. Ja, klopt. En dat is niet van OML? Dat is niet van OML. Sevenelle kent op dit moment twee eigenaren. OML, Ontwikkelingsmaatschappij Middelburg en WBCZ, World Biobase Centrum 7 uh, En OML uh, is het noordelijk deel aan het ontwikkelen. Bij ons komt nu één mestverdrogingsinstallatie. Ja. En de plannen voor WBCZ zijn om daar een biovergistingsinstallatie te gaan bouwen. Oké, okay. en dat komt op dat uh, terrein uh, waar ook uh, de grond gerecycled wordt. Er is een groot gat in de grond en dan wordt al het, uh, de vervuilde grond ingegooid. En dat noemen ze recycling. Ja, weet je, dat gaat, dat is, dat, dat, daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat is A niet van ons. En ik weet dat daar inderdaad een bedrijf zit wat een grondbank heeft. Ja. Um, uh, grond toepassen, want de grond wordt toegepast. Kijk, vervuilde grond mag je niet zomaar ergens neergooien. Dus het zijn een beetje uh, verhalen die gebaseerd zijn op klok en klepel. Ja, uh, ja, de waarheid is moeilijk te achterhalen nee, als je de provincie of de gemeente nee, belt, dan, uh, nee, dan verwijzen ze naar elkaar. Nou, de waarheid is helemaal niet moeilijk te achterhalen. Ik denk als je met het bedrijf, want dat is Hendricks Horn uit Horn, uh, in contact zal gaan en vragen wat ze aan het doen zijn, zullen ze jou gewoon vertellen wat ze aan het doen zijn. Ja, maar goed. En zij mogen alleen maar grond innemen die daarvoor geschikt is, dus waar certificaten bij zitten die gekeurd zijn. Dus het is niet zo dat daar uh, hele vervuilde grond toegepast gaat worden. De, de vooroordelen die op dit terrein gelden en die heel veel uitgesproken worden door mensen over wat je net ook zegt, hè, radioactiviteit en vervuiling, daar moeten wij heel erg tegen opboksen. Maar de grond hier is gewoon niet vervuild. Ik durf hem gewoon in mijn hand te pakken. Gewoon in mijn handen. Uh, ik durf hem gewoon in mijn mond te nemen. Niks aan de hand. Ik word er niet ziek van. Het is niet vergiftigd, het is niet radioactief, het is niet vuil. Het is gewoon aarde. Op dit terrein dus en op het terrein hiernaast. Hier komen meer uh, bedrijven zoals mestvergistingsinstallaties. Um, wat vinden ze daarvan uh, hier in het dorp? Heeft u dat al gehoord? Uh, in het dorp maken ze zich vooral zorgen over geur. Ja. Uh, wij hij, proberen heel erg in goed contact te komen met de dorpsraad. Ja. Uh, we hebben de dorpsraad diverse malen uitgenodigd om aan tafel te gaan. We hebben ook uh, uh, gezegd van. Kom je ons kijken, alle rapporten, alles wat we hebben leggen we op tafel. Je mag het allemaal inzien. Um, een gedeelte van de verhalen die verteld worden, worden gewoon wel echt door de rapporten die geschreven zijn door deskundigen, door adviesbureaus. Um, op dit moment uh, heeft de dorpsraad de kennis gegeven dat geen gebruik van te willen maken. Ja, wij hebben anders een mooi rapport gezien uh, van een lid van de dorpsraad zojuist, van Gerbroens. Die liet een mooie tekening zien met cirkels, uh, de stankcirkels. En daar valt uh, Roermond, uh, Buggenum, Halen, alle omliggende dorpen. 80.000 inwoners vallen in de Stankcirkel. Het is heel gevaarlijk om een rapport te pakken, daar een klein deeltje uit te halen en dat als waarheid te gaan presenteren. Um, wat er gebeurt is, er is een rapport gemaakt in 2010 of 11 rond die koerst. Nee, 2018 is dat geweest. Dan hebben ze gekeken van wat zou er gebeuren. Als compleet 7L, dus alle 70 hectare, helemaal volgelegd worden met mestverwerkende bedrijven, of in ieder geval biotransitiebedrijven, en je doet geen uh, uh, maatregelen treffen om geur te bestrijden, wat gaat er dan gebeuren? En dan zie je dat uh, 80.000 mensen uh, iets kunnen ruiken. Uh, waar wordt op dat moment uh, de geurnorm overschreden? Dat is alleen een burgernummer. Dat zijn iets van 1000 mensen tot 1200 mensen. Nog niet goed hè, dat willen we ook niet hebben. Maar dus wat er in het rapport staat, de uitgangspunten van het rapport is het hele terrein vol, geen, geen ma maatregelen treffen en wat is dan het gevolg? En dat wordt nu naar buiten gebracht als zijnde dat is de waarheid. Ja, en dat is de niet, waarheid niet. Nee, het is niet zo dat het hele terrein volkomt met verwerkingsbedrijven. Absoluut niet. Nee. nee, zeker niet. En dan worden maatregelen genomen. Dat is zoals... verplicht. Ja, Aan de hand van dat rapport heeft de gemeente uh, diverse maatregelen aangekondigd. Bedrijven moeten een zestal vergunningen aanvragen. Trapsgewijs. En uh, gemeente, maar ook provincie, controleren of het ook voldoet. Uh, en uh, in de vergunningen staat ook dat je de best mogelijke. Uh, Filters of luchtreinigers moet toepassen, lucht dat die er op dat moment te krijgen zijn. Ja. Dus um, ik heb diverse mensen gevraagd: gaan met mij mee naar een mesverwerkingsinstallatie? Dan gaan we daar eens kijken. Um, ik heb mensen meegekregen, we stonden er voor de deur en toen vroegen ze: waar is die mesverwerkingsinstallatie? Ik zeg: je staat voor de deur. Je ruikt hem niet. Ja. Als je binnenkomt, dan ruik je dat ze met mes bezig zijn. Buiten ruik je helemaal niks. Ja, dat, dat zijn dan de nieuwste uh, mesverwerkingsinstallaties, die heb ik ook nog niet uh, gezien ja, eigenlijk. die zijn er verschillende in, en, in, in, in Limburg en ook nee. in Brabant. Maar ja, toch, in het dorp zijn ze er niet blij mee. Kunt u dat begrijpen? Tuurlijk begrijp ik dat. Ja. Um, dat is ook de reden waarom dat wij de dialoog zoeken. En dat we ook trachten om uh, mensen te in te lichten van wat is nou daadwerkelijk de stand van zaken. Wij zijn ook bezig om een klankbordgroep op te richten. Ja. Dan mogen mensen uh, uit de omgeving, het dorp, ondernemers, uh, mogen daarin komen. En die mogen gewoon uh, meekijken van wat komt er. En welke maatregelen worden er getroffen. En zijn die voldoende ja of nee. Ja. Kijk, wij gaan niet aan hun vragen zijn jullie het eens dat het bedrijf extra komt. Dat bepalen wij als OML. Maar de gevolgen van het bedrijf willen we wel met hun bespreken. Ja, maar ja, als je niet wilt dat het er komt, wat heeft het dan voor zin om in die klankbordgroep te gaan zitten? Je hebt, als je helemaal geen gebruik maakt van inspraak of van meepraten. Ja, maar als je wilt meepraten, dan wil je ook iets te zeggen hebben over de invulling van het terrein. Nee, daar dus, gaan wij over. Dat, dat, ja. is ons, dat is onze business en dat doen wij ja. samen met de provincie en de gemeente Leudal. Ja, maar dan is dat meepraten volgens hen een beetje een wassenneus. neus. Ligt eraan waar je, waar je kijkt. Want, want waar, wat, wat kunnen zij dan inbrengen, bijvoorbeeld? Nou kijk, de technieken worden besproken, een gebouw moet gesitueerd worden op een kavel. Waar gaan deuren open, hoe gaan deuren open, wat is de meest gebruikelijke windrichting hier. Dus je kunt door een gebouw te draaien en er gaat een deur open al voorkomen dat er dus een windvlaag komt en geur meeneemt naar bijvoorbeeld buggen of Horn. Ja. Dat soort dingen, die willen wij gewoon delen, die willen wij gewoon bespreken. Wij willen gewoon ook aantonen aan hun. Uh, welke uh, maatregelen er getroffen worden om geuroverlast te voorkomen. Uh, dus het is niet alleen zozeer meepraten, maar het is ook vooral uh, inlichtingen ophalen. Ja, ja, en ja, ja. dus ook een beetje de angst wegnemen. Ja, want zijn er ook voordelen voor uh, de mensen in het dorp? Want, uh... Ja, ik denk het wel. Dat met zijn OML denkt van wel. Uh, ik denk dat hier straks kleine duizend mensen komen te werken op het totale terrein. Dat levert werkgelegenheid op, ook voor de mensen in Buggenum, in Halen, in Hoorn, in Gomond. Ja, maar He, de en... mensen in Buggenum die zeggen, ik wil daar niet werken, want dat is radioactieve grond. Nou. Ja, dan zegt u, dat is niet waar. Nou, precies. En dat, dat is nou net weer, waar ik net ook probeer te zeggen, dat is de onbekendheid. Ja. En er wordt iets geroepen en dat wordt van waarheid aangenomen. Ja, ja. En, uh, als we verder gaan onderzoeken en we gaan kijken van wat, is de, wat zit er in de grond en is die radioactief, dan kunnen we aantonen dat het niet zo is. Want anders hadden wij van zolang ze leven geen toestemming gekregen van de overheden om hier te mogen ontwikkelen en te bouwen. Ja, ja. dus er komen ongeveer duizend banen voor de onderneming. Ja, hypotheek, ja, ja. Ja, verwachten wij wel. Ja. En dat zijn uh, ja, banen voor mensen in de omgeving. Of dat komen zelf, daar... banen van, van ieder niveau, van. van, van, van uh, ja, laten we zeggen, laag opgeleid tot, ik denk, universitair. Alles zal hier dadelijk wel ja. uh, een baan kunnen krijgen. Ja. Ja, ja, dus het kan ook zijn dat er ook nog een uh, woonunit voor uh, Polen uh, nee. geplaatst wordt. Nee, nou, dat komt niet. Dat denk ik niet. <laughs> <laughs> niet. Niet op het terrein in ieder geval. Nee, nee. Wat, je, wat je ziet is, um, en dat is een, een, een stelregel die eigenlijk voor alle investeringen geldt, iedere euro die hier geïnvesteerd wordt, heeft een spin-off in de regio, dus een euro die hier geïnvesteerd wordt, mag je factor 5-6 doen. Wat er eigenlijk consequenties heeft voor de regio, um, er zijn dadelijk mensen, een poetsbedrijf, een bakker, uh, iemand die broodjes levert, uh, koffie. Uh, ja, je kunt zo gek ja, niet verzinnen. Ja, Groenonderhoud, uh, schilderwerk. Het, het komt dadelijk allemaal uit de regio. Dus die, je krijgt een gigantische spin-off. Zal dat allemaal een bug in hem vallen? Nee, natuurlijk niet. Maar wel voor een deel. Ja, ja dus economisch wordt het er alleen maar beter op hier ja, in de regio. zeker ook okay. voor, de, voor de gemeente Leudal, 100%. Ja. Ja.